En dat is Kieron van Schijndel. Kieron op plek 1 zullen zijn. En dan op de tweede plek zouden we Sam Berensen. En hier geldt de eerste vier mogen toch voor de halve finale. De volgende kwartfinale is Ries 4-0-3. Daar zitten Nick Leenders, Ryan Roelofs, Damien Vreven, Stefan Os, Kas van Rangelrooy en Jorrit Jansen. Inmiddels het veld aangekomen door de tweede bocht. Nu ligt erop nummer 69, Ryan Roelofs. Als tweede zijn we voorbij komen. Nummer 2-4-0, dat is Nick Leenders. En op de derde plek, wie gaat nog mee? Op de derde plek zien we nummer 35, Stefan Os. En dan zien we nummer 105, Damien Vreven. Op de vierde plaats. En de eerste vier mogen door naar de halve finale. Race 4-0-4 in de baan. Jimmy Jansen, Bulders, Brekermans, Gijs, Adriaanse, Stan Groene, Bastel Hagen en Tommy Bekker. En het veld gaat de bak in. En wie komt er als eerste de bak weer uit? Nummer 33, Jimmy Jansen. Komt als eerste door de eerste kombocht en gaat op weg naar de tweede bocht. En inmiddels is Jimmy aangekomen in de tweede bocht. En wie zit daar op de tweede plek achteraan? Dat is nummer 238. En dat is Boris Brekermans. Dan zien we 207 op de vierde plaats Gijs Adriaanse. En dan hebben we 152, dat is Stan Groene. Op de vierde plaats. En hier geldt de eerste vier door naar de halve finale. Race 4 nog even. Lenders tegen Brian van Ewijk, Kevin Bouwens, Roy Kuipers, Luc Puppers en Daan Engelen. En het veld is aangekomen op de tweede kombocht. Wie komt er als eerste weer boven de hubbeltjes uit? Ah, Joost. Dat is nummer 15 als ik het goed zie. Ja, 15, Lennon Verstegen als eerste. Op de tweede plek zien we nummer 64, dat is Brian van Ewijk. Zit daar kort achter. En weer de wederom daar kort achter zien we 397, Roy Kuipers op de derde plek. En nummer 79, Luc Pippers op de vierde plaats. Race 406 in de baan. Quinn Leenders, Ruimderaker, Pieter van Langveld, Roland Maurits, Bart Adriaanse en Marco Dominicus. En wie komt er als eerste uit de bak? Dat is nummertje 13, oftewel Ryan Morakle voorop. Maar daar rechts naast hem zit 252 Quinn Leenders. Die geeft even gas. Want hij wil als eerste bij die tweede kombocht komen. En dat gaat hem net lukken. Voor goede strijd daarvoor in. Nog steeds Quinn Leenders voorop. Kort erachter Ryan Morakle met startbord 13. En op de derde plaats zien wij op dit moment voorbij komen nummer 381. Nee, 387, sorry. Pieter van Langveld. En dan zie je de 396 Bart Adriaanse. En de eerste vier door naar de halve finale. Daar komt race 409. Op dit moment in de baan Jimmy Jansen, Gijs Adriaanse, Basten Beenhand, Kobus Brekermans, Riek Peters en Job Engelen. En als eerste zien we daar op de bak komen, Jimmy Jansen, 33, die zegt hij, die heb ik net ook gezien. Maar dat klopt, dat was de open klasse nu. In de eigen klasse hebben we uiteraard ook kwartfinales. En nog steeds nummer 33, Jimmy Jansen voorop. Dan zien we 238, Boris Brekermans op de tweede plaats. Nummer 207, Gijs Adriaanse op de derde plaats. En wie gaat er mee als vierde naar de halve finale? Dat zou worden nummer 299. Dat is Rip Peters. Race 410 in de man. Wie zijn erbij? Kasper Pippers. Dat is Kasper Pippers, nummer 41. 234 op de tweede plek. Dat is Joep Maandooms. En nummer 38 als ik het goed zag. Dat was Teun Drop voor de derde plaats. Dan is de volgende race alweer gehad, race 411. Nick Leenders, Kieron van Schijndel, Stefan Os, Lex Veld, Valentino Dorbici en Kas van Rangelrooy. Inmiddels is het veld in de tweede bocht gekomen. Nummer 31 loopt voorop, dat is Kieron van Schijndel. Dan zien we nummer 240 als tweede voorbij komen, Nick Leenders. Nummer 35, Stefan Os op de derde plaats. En wie gaat als vierde mee naar de halve finale in de eigen klasse?
Dat wordt op dit moment nog 9-2-3. Maar die moet gaan oppassen. Dat is Valentino de Luzzi. En er wordt nog een aanvulling gezet door Lex Vel. Race 412. Sam Lorenzen, Tim Goossens, Camille Beumer, Kevin Dollevoet, Bas Verhagen en Lach. Femke blijft voorop. Robin als tweede. Nummer 55. Dat is Ronan Hermans daar als derde achteraan. En nu mag er als vierde mee naar de halve finale. Op dit moment is dat nog 153. Dat is Stef van Doren. Dan hebben we race 416 in de baan. Dat is Brian van Ewijk, Ivan van Winter, Indy Schotters, Luc Peppers, Lorenzo Meijers en Harm Smulders. Op dit moment voorop Brian van Ewijk met 64. Op de tweede plek nummertje 41. Dat is Mr. Dream Team, Indy Schepers. Maar Indy draait onderdoor en komt als eerste uit die tweede keer op Tomburg. Dus we hebben staartje wisselen. Indy voorop en Brian is tweede. Dan zien we op de derde plek Ivan van Winter. En op de vierde plek mag mee Luc Peppers. En ook in deze race geldt de eerste vier nummer door naar de halve finale. Trap, trap, trek door, binnenkant, trap, trap! Race 400 en Marlen blijft voorop, maar hij wordt weer aangevallen. Spring gaat weer in de aanval. Nummer 43 ligt kort bij elkaar. Daar zit 366, Kevin Bowen zag ik er voorbij. Maar dat zit echt heel kort bij elkaar, tot op de finish line. Race 418 in de baan. Dat is Pieter van Langveld, Rick Timmermans, Jules Uitgeest, Tom Verkaart, Nigel Frush, Nigel Ebbe, Bart Adriaanse en Bram Dillier. En het is door de tweede kombocht en dan zien we als eerste aankomen. 3-8-7, Pieter van Langveld als tweede, 2-5-1 is Tom Verkaart. En 2-21 Rick Timmermans. En als vierde zien we daar 7-7-6, dat is Jules Uitgeest hier van de plakpunters. Daar hebben we nog even een crash af. Dat is een ongelukkige valpartij. Even rustig aan, jongens. Even EHBO even kijken. De fiets ligt nog op de verdrukking. 60, Michel Laponde. En op de vierde zien we Twitter 7-7-7, Guus Koenen. En ook in deze race geldt de eerste vier mogen door naar de halve finale. Race 420 on the way. Ryan Marakelen, Teun Kievit, Nick van der Zanden, Maureen Struik, Luca Baats, Karsten Derks, Daan Engelen en Joshua Veens. Als eerste zien we aankomen naar de tweede kombocht. Nummer 1-3, oftewel Ryan Marakelen. Kort gevolgd door 16, dat is Teun Kievit, tweede plek. En dan zien we op de derde plaats in de laatste kombocht. Sluit daarbij aan. 3-5-7, en dat is net van de Zanden. En nummer 4 is 3-82, Karsten Derks. De eerste vier mogen door naar de halve finale. Dan zien we komen. Sanne Vollenberg, Anja Jacobs, Mark Metler, Mieke de Graaf, Harm Sleggens en Joey van den Kamp. En daar zitten we inmiddels in race 421. En het is weer nog een girls rule, want als het goed is, dan zie ik Sanne voorop zitten. Sanne Vollenberg met die stuurboot nummer 2. Yes. En daarachteraan. Wie komt er als tweede? Dat is nummer 235, dat is de man uit Maarden, Mieke de Graaf, Orange BMX Team. En als derde zien we gaan 473, dat is Joey van den Kamp. En de vierde mag mee, nummertje 577, dat is Mark Medler. En de eerste vier mogen door naar de halve finale. Dan zien we komen Kevin Sisse, Joey Davis, Sabino van Rijswijk, Nieuwen van den Boom, Tim van den Broek en Tijmen Terks. Inmiddels is het veld aangekomen. Dan schoot even iemand van de pedalen af. Maar gelukkig, het blijft allemaal goed gaan. Je blijft op de fiets zitten. Nummertje 53 is eerste, Kevin Sisse. Dan zien we 290, Wino van Rijswijk op de tweede plaats. Zo gaat het veld op de derde combo. Dan zitten er drie heel kort bij elkaar. 283 gaat nu omschuiven, Joby Delissen. En 244, Tim van den Broek mag als vierde mee naar de hoofd. Dan hebben we in aantocht Ronan Lemmens, Ricardo De Bie, Michael van Leijsen, Kion Arnaans, Johan Tops en Tom van Esch. Nummer 58, Ronan Lemmens komt als eerste te bak. Dan hebben we 2-4-1 als tweede, dat is Ricardo De Bie. En zo gaat het veld richting de tweede combo. Nog steeds Ronan Lemmens voorop. Op de tweede plek zijn we nog steeds 2-4-1, ofwel Ricardo De Bie. Nummer 2-84, Michael van Leijsen op de derde plaats. En wie mag als vierde mee richting halve finale? Dat gaat worden nummer 520 als het goed is, Kion Arams, hier van Tinkelen.
Dan hebben we race 4-2-4, 424. Pedro van der Wetering, Damien Leenders, Rick Peppers, Niels Hobo, Tijmen van Kempen en Bas Schubbels. Wie gaat er als eerste? Ik zag daar volgens mij 2:36 springen, Damien Leenders. Op de eerste plek, 2:36, Damien Leenders. Op de tweede plek, 2:49. En dat is Pedro van der Wetering. Dan als derde sluit aan. En als je 55, oftewel Rick Peppers. En als vierde 2:07-8, dat is Tijmen van Kempen. De eerste vier mogen door naar de halve finale. Selectie wordt nummer 109, dat is Remco Kuipers. En dat is 7:24 op Ram Groene. Gaat als vierde mee op de halve finale. Race 4:26, Johan Sluit, Kevin van Uden, Jeffrey Bekkers, Roy Baks, Rijn Dijkmans en Rijko van der Sluis. We zien komen als eerste na de tweede komboord. Voorop 1:08, maar het zit kort bij elkaar. Roland Strijk zit voorop. Maar er wordt gejaagd tot het einde. Nummer 23, Kevin van Uden op de tweede plek. Op de derde plek, 122 is Roy Baks. En daar gaat nog iemand mee, maar dat kom ik even zo snel niet meer zien. De eerste vier mogen door.